Ja, als je dat zo in één keer ziet, die beelden, dan denk ik dat het goed is dat we eerst de daad bij het woord voegen en gaan bidden. Heren, het is eigenlijk niet te bevatten wat daar gebeurt. We worden ermee geconfronteerd, ook op de televisie, de journaals, in de krantenberichten, op het internet. Heren, en het beangstigt je. En je denkt, ja, hoe gaat dat verder? Wordt dat een zich uitbreidende olievlek waar steeds meer geweld en ook steeds meer landen bij betrokken zullen raken? Heren, we willen op dit moment ook bijzonder bidden voor uw volk. Want wat er ook in de wereld gebeurt en als de conflicten oplaaien, dan wijst men ook al op een of andere manier altijd weer naar de Joden. Heren, we weten ook wat een verschrikkelijk antisemitisch verleden de Oekraïne heeft. Hoe daar keer op keer massaslachtingen onder de Joden zijn aangericht. Honderden plekken in die uitgebreide bossen waarin massagraven Joden werden, Joodse lijken werden neergeworpen. En ook in Rusland kwam dat soms voor. Heren, wilt u onze teams helpen en ook de christenen die daarbij betrokken zijn in Moldavië, in Oekraïne, om te trachten, nu het nog kan, zoveel mogelijk Joden eruit te halen en heren te lucht te laten keren naar het land dat u aan hun vaderen beloofd hebt, naar Israël. Heren, steeds meer heb je het gevoel dat Israël eigenlijk nog maar de enige veilige plek voor een Jood is. Heren, help ze. U spreekt daar ook over in uw woord. Geef ons allemaal kracht en moed om te midden van al dat geweld uw liefde in woord en daad uit te dragen. Wie dat ook maar nodig heeft in de Oekraïne. Maar ook in onze eigen omgeving. Help ons ook om vanuit uw woord er zicht op te krijgen. Door uw genade, om Jezus wil. Amen. Ja, ik moest vanavond denken toen ik hierheen reed dat het was een tijd van vrede sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, er waren wel eens wat schermutselingen en er gebeurde ook wel wat elders in de wereld, maar dit was vrede. Zelf ben ik in 1944 geboren, dus in de hongerwinter op het staartje van de Tweede Wereldoorlog. Maar sindsdien was het eigenlijk altijd vrede. En nu ineens overkomt hun, zo zegt de Bijbel, de weeën als van een zwangere vrouw. In één keer kan de situatie van de ene dag op de andere veranderen. Gog en Magog, op 7 december in de livestream-uitzending van Christenen voor Israël hebben we daar uitvoerig over gesproken aan de hand van het slot van het boek Openbaring. Ook aan de hand van Ezechiël 38 en 39. Als u dat nog eens nauwkeurig wilt terugluisteren, dan kunt u gewoon op YouTube het onderwerp intikken. Het was profetische vergezichten vanuit het boek Openbaring deel 4, Gog en Magog. De uitzending vond toen plaats op 7 december, dus ruim 3 maanden geleden. De Krim was toen al bezet, geannexeerd door Rusland, maar oorlog was er nog niet. En van het een op het andere moment breekt dat dan los. Plotseling, onaangekondigd. Ja, het begon een beetje te rommelen, maar dat dat in één keer zou leiden tot zoveel geweld is eigenlijk onvoorstelbaar. En dan ga je ook beseffen in wat voor tijd je leeft. De Bijbel noemt dat de eindtijd. Die is begonnen toen de Heer Jezus Christus in Bethlehem werd geboren.
toen het eeuwige Godswoord vlees werd en onder ons gewoond heeft, toen begon de klok van de eindtijd te tikken. Maar naarmate de tijd vordert, net als in een geboorteproces, dan gaat het naar een climax toe. En wat er dan over planeet Aarde komt, daar laat de Bijbel eigenlijk geen twijfel over bestaan. En daar moeten we niet naïef over zijn. Het is goed dat we dat weten, want de profetieën in de Bijbel zijn ons gegeven niet om daar eens allerlei eindtijdstheorieën aan te hangen en op los te laten en eindtijdschema's en de een vindt dit en de ander vindt dat. Nee, het zijn waarschuwingen dat het je plotseling overkomen kan en dat de aarde door een proces, een geboorteproces, zal gaan waarbij de krampen, de geboortekrampen, steeds pijnlijker wordt. Maar tegelijkertijd, in die vergelijking van de geboorte, zit ook het grote element van hoop. Die krampen, die pijnlijke dingen, die golven van geweld die over de wereld zullen gaan, die leiden tenslotte tot de geboorte van het kind. En als het kind geboren is, ja, dan is er alleen maar geweldige vreugde en blijdschap. Het moet tenslotte dwars door dat alles heen leiden tot de komst van het koninkrijk, van vrede en gerechtigheid. 2-3 dagen geleden was ik bij de uitgever en daar kreeg ik het exemplaar in handen van het laatste boek dat ik schreef. Daar ben je natuurlijk veel langer mee bezig dan wat er in het nieuws op dit moment aan de orde is. En de titel van het boek is Waarom Vrede op Aarde? Want het gaat er echt van komen. Voor veel mensen is vrede op aarde eigenlijk ja, ook maar een droom. Ware vrede, zeggen ze, ja, dat kan je misschien in je hart krijgen. Ook als je tot die innerlijke overgave tot de Allerhoogste God komt en tot Christus, zodat de Heilige Geest in je hart kan wonen en je daar ja, die vrede Gods die alle verstand te boven gaat kan ervaren. Daar zou je wat vrede hebben, maar in de wereld niks geen vrede. En misschien straks in de hemel ook vrede. Ja, daar is God, daar zijn de engelen. Maar toen Jezus geboren werd in de kerstnacht, toen ging het gordijn open, het geweldige licht straalde in de duisternis en de engelen zeiden, vrede op aarde. Omdat God een welbehagen in de mens heeft. Het is zijn schepping, het is zijn mensheid, het is zijn wereld, het is zijn volk Israël, het is zijn universum, het zijn zijn sterren. Vrede op aarde, vrede in de ganse schepping. Dat is het doel, het koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Maar het gaat door ja, die geweldige, pijnlijke geboorteweeën heen. Ik denk dat je het thema van vanavond nog beter zou kunnen noemen. Eindtijd, horror en vrede. Horror. Ik zal zomaar eens wat lezen uit het boek Openbaring. Daar worden ons dingen onthuld die over de wereld zullen komen. Openbaring 8. Daar gaat het over engelen die bazuinen gaan plaatsen. Want de achterkant van wat er op aarde gebeurt bevindt zich in de hemelse gewesten. Die omringen ons. Die zijn van andere dimensies en van een andere orde dan onze wereld, ons universum. Maar het is absoluut reëel, net zo reëel als wij zijn. En dan in die hemelse gewesten gebeurt van alles die tenslotte als het ware zijn uitwerking heeft op wat er op aarde gebeurt. En zo lees je hier dat de eerste engel blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed. En het werd op de aarde geworpen.
En het derde deel van de aarde verbrandde. En het derde deel van de bomen verbrandde. En al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin. En er werd als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin. En er viel een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En ze viel op een derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. Bitter. En het derde deel der wateren werd Alsem. En vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter, giftig geworden was. En de vierde engel blies de bazuin. En het derde deel van de zon werd getroffen. En het derde deel van de maan. En het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. Die prachtige lichten aan de hemel, die er nauwelijks meer doorheen kunnen komen, door alle massa's en stofwolken en vergruizing die de aarde gaat omhullen. En de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend en adelaar vliegen in het midden van de hemel, die met luider stem zei: wee, wee, wee. Hun die op de aarde wonen vanwege de overige stemmen van de bazuin, van die drie engelen die nog bazuinen zullen. Ik heb, zoals sommigen van u misschien weten, dat dagboek op het boek Openbaring geschreven. In 365 dagen, dag voor dag, vers voor vers, door dat moeilijke laatste Bijbelboek heen. Want God heeft ons dat boek Openbaring niet voor niks gegeven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als je weet wat er komt en je beseft ook dat Hij ervan weet en je kent Hem, dan geeft je dat toch vertrouwen dat Hij je er ook wel doorheen zal brengen. Maar toen ik het schreef, heb ik ook met behulp van allerlei andere boeken en ook van wetenschappelijke publicaties is nagedacht over wat die bazuinen en die sterren die vallen vanuit de hemel en het giftig worden van het water van de aarde. Trouwens, het heeft natuurlijk toch ook met de straling te maken. En een van de dingen die nu in de Oekraïne aan de orde is, is de kernreactor van Tsjernobyl. Daar is al eens een geweldige ramp mee gebeurd, maar ze houden hun hart vast dat nu de Russen die kerncentrale hebben bezet en veroverd, dat er dingen mis kunnen gaan die tot een grote nieuwe giftige stralingsramp zouden kunnen gaan leiden. Wel, nu die natuurwetenschappers, die hebben de bazuingerichten, en ik lees dat maar voor, vergeleken met de ontwikkeling van een wereldwijde kernoorlog, waarbij alle moderne wapensystemen successievelijk gebruikt gaan worden, waarbij de ene de volgende als het ware uitlokt. Een kettingreactie van geweld. Of dat zo zal zijn, of dat de rampen een andere oorzaak zullen hebben, want we weten tegenwoordig ook wat, hè, als er vanuit de ruimte asteroïden of andere grote hemellichamen ons zouden treffen op aarde, dat dat ook een geweldige klap geeft, waarbij eigenlijk een atoomexplosie nog maar kinderspel is. Een bombardement van meteoren, kometen en ook vanwege de samenstelling van sommigen die ook zeer giftig zijn. De kop en de staart die op de planeet kan neerstralen, zodat daar die vergiftiging van water, de duisternis op de dag enzovoort zou kunnen gaan plaatsvinden.
Ik denk dat je gewoon je ogen en je oren maar open moet houden en nauwkeurig moet volgen wat er gebeurt. Het kan dus iets zijn, die kettingreactie, die golven van geweld die over de aarde zullen gaan, dat door de mensen zelf en hun wapens tot stand gebracht wordt. Het kan ook dat het vanuit de ruimte op ons toekomt, op een of andere manier. Maar één ding is zeker, het gaat niet buiten hem om. Hij weet ervan en op een of andere manier, moet dat kennelijk zo gebeuren. Maar het gaat niet leiden tot de totale vernietiging van alles. Want het is zijn schepping. Het is zijn aarde. Het zijn zijn mensen. Het is zijn volk Israël. Het is zijn christelijke gemeente, zijn kerk. En hij gaat kennelijk het door een proces heen voeren waar iets van loutering tot stand gebracht moet worden. Maar daardoorheen leidt het tot vrede en gerechtigheid. Als u die uitzending van 7 december over Gog en Magog nog eens bekijkt, dan hoort u daar ook hoe er nog allerlei profetieën in de Bijbel te vinden zijn die nog niet vervuld zijn. Psalm 83, waarin plotseling omringende volkeren een aanval doen op Israël. Om te proberen dat gehate volk op de knieën te krijgen en het liefst van de kaart te vegen. Als je Jesaja 17 leest, dan hoor je daar in één keer hoe de stad Damascus in één keer van de kaart geveegd zal worden. Er staat niet bij dat dat door oorlogsgeweld zal zijn of door een aardbeving, maar Damascus zal ophouden te bestaan. Jesaja 19 lees je hoe Egypte in één keer een geweldige draai om de oren krijgt. En een voorproefje daarvan hebben we natuurlijk in de oorlog van 1956 gezien, want het is Juda die dat aan Egypte zal gaan toedienen, die oorvijg. Maar het is de Heere die zich daarvan bedient. In no time, in 1956, stonden de legers van Israël aan het Suezkanaal. Dat is niet nog de vervulling van de profetie van Jesaja 19. Want als je dat verder leest, dan nadat door dit geweld is Egypte in de benauwdheid gekomen is, dat ze tot de Heere gaan roepen. En dat eindigt dan met die prachtige profetie over de vrede die vanaf Irak, Assur, via Israël naar Egypte zal komen, waarbij beide en alle drie de Heere dienen. Niet langer andere goden, maar de God van Israël zullen dienen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dan zal er een heerbaan zijn tussen die volkeren. Daar in het Midden-Oosten. Je zou haast denken dat de Abraham-akkoorden er een klein voorproefje van zouden kunnen zijn. Maar het gaat wel door dat geweld van de eindtijd heen. Je leest in Zacharia 12 en 14 hoe alle naties op een gegeven moment zich zullen storten op Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal blijven bestaan op zijn eigen plek, te Jeruzalem. Openbaring 8 en 9, we hebben er een stukje van gelezen, waar je iets proeft van de plagen van Egypte. U weet wel, die 10 plagen die Egypte troffen, maar dan op wereldniveau en in wereldformaat. Niet zomaar lokaal iets hier of daar, maar de hele aarde is in beweging. Jezus spreekt ook over zon, maan en sterren. Het is net alsof, naarmate de tijd vordert, planeet aarde steeds meer als een, zo zegt Jesaja het ook, als een dronken man waggelend zijn baan gaat.
alsof, hè, iemand vergelijkt dat wel eens met een ruimteschip. We hebben die kleine bol, daar leven we allemaal op, maar er komt tekort aan lucht, er komt tekort aan brandstof. De middelen, productiemiddelen en ook de voedingsmiddelen worden schaars. De breekmuiterij op en uiteindelijk ontstaan er oorlogen waarbij de bemanning probeert de laatste restjes nog voor zichzelf in bezit te nemen. Zo, zegt de Bijbel, zal de Heere als het ware de mensheid en de volkeren schudden. Maar het gaat naar de hoop. Horror en hoop. Dwars, hè, door de horror heen, dient de hoop zich al aan. En wat is die hoop? Die hoop is waar we vanavond mee begonnen. De Joden die terugkeren naar Israël. Het is niet zo dat al die verschrikkelijke dingen in de wereld zomaar in één keer gebeuren en je kunt er geen touw aan vastknopen. Nee, het staat in de Bijbel. Maar in dat alles is er nog iets anders aan de orde. Er is dat prachtige proces dat we allemaal met onze eigen ogen zien gebeuren en daar ook bij betrokken mogen zijn, zoals Koen en al die evangelische christenen van die kleine gemeente daar in Moldavië. Actief betrokken met woord inderdaad om te helpen bij dat terugkeringsproces van de Joden naar het beloofde land, naar Israël. Waarom is dat zo'n groot teken van hoop? Je leest het bijvoorbeeld hier in Jesaja 43, dat het niet een politiek proces is, dat het bestaan en het voortbestaan en nu alweer zo lang sinds 1948 er een Joodse staat is en in 1967 Jeruzalem een ongedeelde hoofdstad van Israël geworden is. Dat is niet zomaar wat en dat is niet een politiek proces als zodanig. Dat is God in actie. We zien hoe Hij de geschiedenis leidt en vast in handen heeft. En de profeet Jesaja mag namens hem zeggen, vrees niet. Dat zegt God tegen Israël. Vrees niet, ik ben met u. Ik doe uw nakroost van het oosten komen. Moet je op de wereldkaart kijken, vanuit Israël naar het oosten. Heb je eerst het Midden-Oosten, dan het Verre Oosten. Ik, zegt God, doe uw nakroost van het oosten komen. We hebben het gezien uit Arabische landen, uit India. De Bnei Menashe, een van de stammen, de 10 stammen van Israël, uit China, Japan, uit Australië, het oosten. Ze komen terug, kleine golven, grote golven. Ik doe uw nakroost van het oosten komen. Ik vergader u van het westen. Het westen is Europa. En tenslotte de Amerika's, Noord- en Zuid-Amerika. Ik ben nu begonnen, zegt God, om het Joodse volk terug te brengen naar het land. Want ik heb daar grote bedoelingen mee. Ik zeg tot het noorden geef. Nou, dat noorden, daar ligt Oekraïne, daar ligt Rusland, daar ligt Turkije. Denk trouwens, wanneer het gaat om Gog en Magog, dat je eerder moet denken aan Turkije met zijn droom van het herstel van het Ottomaanse Rijk, het kalifaat, zodat Turkije de heersende kracht wordt in de hele islam, waar die zich ook ter wereld bevindt. Ik weet wel dat traditioneel men bepaalde profetieuitleggers kijken naar het Verre Noorden, naar Rusland, en dan identificeren ze Mesig en Tobolsk met Moskou en Tobolsk en Rosh, is dan Rus, Rusland. Maar dat betekent dat woord er helemaal niet. Een van de Joodse feesten, nieuwjaar, is Rosh Hashanah. Het is hoofd, het is leider. Dus het is de leider van plaatsen die de Bijbel lokaliseert in Turkije. De leider daar manifesteert zich en gaat met vele andere bondgenoten proberen
zijn greep op de wereld te leggen. Met name Israël, de derde heilige stad van de islam. Na Mekka en Medina is dat Jeruzalem. En de Turken zijn daar de baas geweest, vele eeuwen lang. En die droom om dat ooit weer terug te krijgen, een man als Erdogan heeft dat nooit opgegeven. Steekt het ook niet onder stoelen of banken. Dus ik denk dat je heel erg uit moet kijken om er heel snel een bepaalde eindtijdstheorie aan te hangen. En dat we gewoon allemaal terug moeten keren naar de Bijbel om te kijken wat er nou eigenlijk precies staat. God zegt, vrees niet. Ik doe uw nakomst van het oosten komen, verzamel u van het westen. Ik zeg tot het noorden, geef. Toen het communisme ineens stortte, ging het ijzeren gordijn open en konden ze komen. En ze kunnen nog steeds komen. En we hebben ook in al die jaren als christenen voor Israël gezegd, vliet uit het noorderland, vlucht uit het noorderland. Nu staat de deur nog open. Wacht niet te lang, denk niet jullie als Joden, nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen en ik heb nog tijd genoeg. Je ziet hoe het in één keer kan veranderen, de hele situatie. Ga voordat het te laat is. En ik denk dat wij als christenen daar ook voor moeten bidden. Natuurlijk zullen we proberen de Joden te helpen waar ze ook zijn. Maar omdat je de Bijbel kent en de Bijbel leest en beseft dat de tijd gekomen is dat dat volk naar huis moet, omdat daar hun toekomst ligt, niet onder de volkeren langer, maar terug in het beloofde land, omdat de Allerhoogste Israël opnieuw gaat gebruiken, wanneer dat rijk van vrede en gerechtigheid gaat aanbreken, keer terug naar het land. Kerken moeten dat ook beseffen. Dat het Gods land is, dat het Gods volk is, dat Jeruzalem zijn stad is, dat het moment steeds dichterbij komt, dat de Messias van Israël, Yeshua HaMashiach, de gezalfde van Israël, de Christos in het Grieks, de Christus, dat hij komt om zijn voeten te zetten op de Olijfberg. Om de stad binnen te gaan, om te zitten op de troon van zijn vader David. Moet die volgorde van de hoofdstukken van Ezechiël maar eens lezen. Eerst Ezechiël 36, daar wordt het land klaargemaakt. Dan Ezechiël 37, de vallei van de dorre doodsbeenderen. En ze herrijzen uit de graven van de volkeren als het ware. Waar ze eeuwenlang hun noodlijdend bestaan vierden. Ja, ik weet wel dat er ook Joden zijn die het gelukkig goed gedaan hebben. En die tot grote voorspoed gekomen zijn. Er zijn heel rijke Joden, maar als je dat antisemitische gebral hoort, er zijn ook veel zeer rijke niet-Joden. Het is met Israël precies zoals in elk volk. Een hele kleine rijke bovenlaag, dan een grote middenklasse en een nog veel grotere arme klasse daaronder. Maar het antisemitisme zegt altijd, de Joden, die zijn op de wereldregering uit. Kijk eens hoe rijk ze zijn. Typische nazi-propaganda. Daar werd gezegd, de Jood heeft alles in handen. Het bankwezen, ga zo maar door. Na de oorlog zijn er hele goede wetenschappelijke onderzoeken geweest. Die hebben nagegaan wat de posities waren van Joden voor de oorlog. Nou, als je alles bij elkaar veegt, inclusief het meisje dat achter de kassa zit om als je in de bank een cheque wilt uitbetaald krijgen of wat je ook maar voor bankzaken te doen hebt. Van alles en iedereen die in de geldhandel, in het bankwezen zat voor de oorlog, was 5% Jood. Dat wil zeggen 95% waren gewoon Duitsers. Maar door die propaganda wordt het volk opgehitst, de Joden, kijk eens, ze zijn bezig. Ze zitten overal achter, ze zitten overal in. Keer terug naar het land dat ik jullie vaderen beloofd heb.
houd niet terug, zegt hij tot het zuiden. En het zuiden is natuurlijk Afrika. En we hebben het gezien, de Ethiopische Joden, hoe ze terugkeren. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Dat is de hoop voor de wereld. God leidt dat proces dwars door al die verschrikkingen van de eindtijd heen naar het door hem gestelde doel, de komst van zijn koninkrijk. Voor de hele aarde, de vernieuwing van alle dingen. Als Paulus aan de niet-Joodse wereld het evangelie moet gaan verkondigen, en hij doet dat dan daar in Athene, op de Areopagus, het centrum van de Griekse wetenschap, filosofie, de schone kunsten, de architectuur, de Olympische Spelen, de wiskunde. We hebben het allemaal aan de Grieken te danken. Het is de basis van de beschaving van het Westen geworden. In die wereld die totaal geen besef heeft van de ware God, daar moet hij, Paulus de Jood, het evangelie gaan brengen. Hoe doet hij dat? Hij weet, ze hebben geen Bijbel. Ze hebben hun eigen Griekse mythen en sagen en goden en halfgoden en van alles en nog wat. Hoe kan ik ze duidelijk maken? En dan zegt hij, ik zie dat jullie echt proberen God te kennen. Ik zie zelfs een altaar voor de onbekende God. Wel nu, daar ga ik jullie wat over vertellen. Er is één God die hemel en aarde geschapen heeft. En die heeft het niet nodig dat je tempels bouwt en dat je daar offertjes gaat brengen. Dat wordt dan het do ut des principe genoemd, dat is Latijn. Ik geef iets aan de godheid opdat hij mij iets geeft. En zo zie je dat alle godsdiensten, je moet iets brengen en dan moet je hopen dat vanuit de goddelijke wereld je gezegend wordt. Nee, zegt hij, het is allemaal van God. Hij heeft geen tempels nodig, hij is niet ver van ons. Dat zegt zelfs een van jullie dichters, Aratus, dat is een stadgenoot van Paulus. Kwam uit Tarsus, een paar eeuwen voordat Paulus er was. Had een beroemd boek geschreven, de Philosemeia, de Phenomena. Diosemeia en de Phenomena, zo heet het. Over de hemelverschijnselen, de sterren, want daar leefden ze ook bij in de oudheid. Sterrenwichelarij, occultisme. Hij zegt, God is niet ver van ieder van ons. En dan pakt hij ze bij de hand en dan zegt hij, maar dat behoort allemaal tot de tijden der onwetendheid. Jullie doen je best, je probeert God te dienen, je hebt zelfs een onbekende God. Je hebt boeken, heilige boeken vol eerbied voor het hogere. Aratus en Phenomena ligt bij jullie allemaal op tafel. Je leeft erbij. Maar deze God, die ware God, heeft alles geschapen. Het is van hem en het blijft van hem. En dan zegt hij, en nu ga ik je nog iets anders vertellen. Hij gaat deze wereld oordelen. En dat gaat hij doen door een man, hij noemt niet de naam van Jezus, maar hij zegt, door een man die gaat de wereld oordelen. En als bewijs daarvan heeft hij hem uit de doden opgewekt. Nou ja, dat is voor de beschaafde Grieken een brug te ver. Dan zeggen ze, nou ja, opstaan, dood is dood. Opgestaan uit de doden. Maar het is een interessant filosofisch concept. We zullen u er nog wel eens een keer over horen en met u in debat over gaan. Toch is daar Dionysius de Areopagiet en Damaris een vrouw bij wie het licht opgaat. Maar wat bedoelt Paulus daarmee? Hij zegt, God heeft de wereld geschapen. Hij laat de wereld niet los. Hij gaat wel ingrijpen. En hij doet dat door een man die daartoe uit de dood heeft opgewekt. Jezus is opgestaan uit de doden. Omdat God hem, de Messias van Israël,
de Heer der Heren en de Koning der Koningen terug gaat brengen om de dingen op orde te brengen. Dat oordelen, dat heeft ook te maken met beoordelen, heeft ook te maken met recht maken. Ja, daar zit een oordeelsaspect ook in. Maar er zit ook een vernieuwingsaspect in. De grote hoop voor de wereld en de christelijke hoop, als Paulus dat woord gebruikt, is de komst van Jezus in heerlijkheid. Dat is het enige wat echt redding kan brengen. Daar mag je naar uitzien met verlangen. En nu de Joden terugkeren naar huis en je mag daar zelfs bij betrokken zijn, ga je beseffen, en dat gaat niet zo lang meer duren. En dat betekent dat al die horror, waar we ook iets over gezegd hebben vanavond, dat dat niet het laatste woord is. Het gaat ook telkens maar om een derde. Dat betekent twee derde niet. En wanneer hij komt, vindt er een geweldige vernieuwing plaats. Ook van de natuur. En tenslotte, hè, als dat rijk van vrede en gerechtigheid er geweest is, dan ontstaat de vernieuwing van alle dingen. Dan wordt het door het louterende vuur, hè, zoals je goud loutert, dan kan je de verkeerde elementen eraf scheppen en zilver, zodat je het pure goud, het pure zilver over. Het gaat door een louteringsproces heen. En dan gaat het gans heelal en de aarde totaal worden wat deze allerhoogste schepper altijd al van plan geweest is. Dan komt hij tot zijn doel. Voor altijd en eeuwig. Laten we dus die hoop vasthouden. Ons niet de stuipen op het lijf laten jagen. Door wat dan ook. Maar rustig doorgaan met te doen wat hij ons te doen geeft. Op de plaats waar hij ons gesteld heeft. Zijn liefde uitdragen. In woorden en in daden. Pal staan voor Israël. En bidden dat het moment spoedig mag komen, dat ook zij zullen mogen zien wie Jezus waarlijk is. Jezus komt in heerlijkheid en zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw. En ik hoop dat u en jullie het allemaal met mij kunnen zeggen. En hij is nu al de Heer van mijn leven. Zullen we samen bidden. Heren, we danken u dat we mogen weten dat de dingen toch vast in uw handen zijn. Heren, ja, er zijn pijnlijke dingen die over de wereld gaan komen en die heel plotseling zich kunnen voordoen. Zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. En dan, heren, dan gaat het met een geweld tenslotte dat je denkt, komt dit nog wel goed? Maar we danken u dat dwars door die geboorteweeën heen, die pijnlijke krampen, u tot uw doel komt. Dat Jezus komt in heerlijkheid. Heren, u zult niet toestaan dat de dingen in handen blijven van de demonen en van de machten der duisternis en van de duivel en maar dat u de heerschappij voert. Wilt u ons persoonlijk ook de weg wijzen? Wat wij persoonlijk mogen doen. Wanneer het zo ver komt dat de grote afval doorzet en de machten der duisternis, niet alleen de Joden, maar die hebben dan ook altijd ook weer de christenen op het oog. Je ziet, als dat geweld losbarst, dan gaat het tegen God, maar met name ook om zijn vertegenwoordigers op aarde. Joden en niet-Joden, die hun vaste vertrouwen hebben. Heren, dan word je belachelijk gemaakt en dan zeggen je vriendjes op school of je collega's op je werk,
Ben jij nog zo'n ouderwetse die nog in de Bijbel leest en gelooft in God en in Jezus en al dat soort dingen? Nou, dat heb ik al lang achter me gelaten. Heere, geef dat we maar rustig vasthouden aan uw woord en uitzien vol vertrouwen naar uw komst in heerlijkheid. Gebruikt u onze levens maar op de plaats waar u ons gesteld hebt, zodat wanneer u komt in heerlijkheid, we het allemaal uit uw mond zullen mogen horen. Goed gedaan, trouwe dienstknecht, trouwe dienstmaagd. Over weinig ben je getrouw geweest. Ik heb niet zoveel van je gevraagd, maar je bent wel trouw geweest. En daarom over veel zal ik je nu gaan stellen. Kom in tot het feest van je Heer, dat duren zal tot in alle eeuwigheid. Heere, wees een muur rondom Israël, rondom uw volk en verhaast uw komst in heerlijkheid. Tot lof en verheerlijking van uw eeuwige naam. Amen.